We zitten hier vandaag op deze ijskoude dag op het recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten. En momenteel ben ik aan het vissen op de vijver van de visclub Altijd Beet De Mark. Een commercial eigenlijk, waar ja, zowel een beetje brasem, maar vooral kerper op zit. En vandaag ben ik aan de slag met de XRC-hengels, waar ik jullie vandaag een beetje meer info ga geven over de volledige ethos-serie. Momenteel ben ik zelf aan het vissen met de XRC-serie, dus eigenlijk de commercial-serie. En die hebben we zowel als feeder commercial als een bomb versie. Beide verkrijgbaar in 9, 10 en 11 feet. En eigenlijk ideaal voor die commercial visserij, voor die karpers te baas te kunnen. Natuurlijk hebben we binnen onze ethos-serie ook twee series die zich een beetje meer lenen op de witvisvisserij. Met als eerste de XRS-serie. Een 3,3 meter en 3,5 meter versie die zich vooral leent tot het vissen op kortere afstand en lichte feeders. Feeders tussen 25 en 35 gram en afstanden tot maximum 25-30 meter. Als volgt ga ik wat meer info geven over onze meest veelzijdige serie, namelijk de XRF-serie. De meest gebruikte feeder-hengels op zich. We hebben deze in drie versies, namelijk een 3,3, 3,6 en 3,8 meter. Deze zijn vooral voor de witvisvisserij, maar kunnen ook gebruikt worden voor de lichtere karpvisserij. Deze kunnen zowel op het kanaal als op de vijver worden gebruikt. Dus eigenlijk een serie die heel veelzijdig kan ingezet worden. Wordt vooral gebruikt voor middelmatige afstanden, dus 30, 40 meter, maar kan je gemakkelijk ook 60, 70 meter mee gooien en leent zich vooral op korfjes tussen de 30 en de 65 gram. Binnen onze ethos-serie hebben we ook de XRD-serie. De D van distance wil dus zeggen dat we eigenlijk drie feeders hebben waar we hele verre afstanden mee kunnen gooien, maar ook vooral grotere gewichten kunnen mee gooien. We hebben gewichten tot 100, 140 gram die je daar perfect kan werpen. Uiteraard hebben we binnen onze ethos-serie ook een waggler-serie. We hebben namelijk een 11, een 12 en een 13 voet die perfect kan gebruikt worden voor het waggler-vissen op de commercial visserij, maar ook eventueel gewoon het matchvissen met de dobber. Kort samengevat, de ethos X-serie, een serie in de middenklasse die perfect voldoet aan alle eisen van elke visserij. Zowel de vrije tijdsvisser als de fervente wedstrijdvisser. Een serie, een zeer uitgebreid gamma, ideaal om te kunnen vertoeven aan het water.